Is het nu een trend om een film te maken over de politicus, door de politicus, met de politicus? Gisteren was de film Geert te zien. Heeft u gekeken? Heeft u de documentaire over Geert gekeken gisteren? Nee. Oeh, heb ik gemist. Hé, wat jammer nou. Nee. Ik was gisteravond aan het werk. Maar ik heb hem wel opgenomen. Dus u gaat hem nog wel kijken? Tuurlijk. Dat ging over poezen, of niet? Ik dacht al, dat gaat vast over zijn kat, hè? Ja, dat zag ik op Twitter namelijk. Daardoor weet ik dat. Ja, nee, nou, boeiend. Ik wil dat gewoon... Ik kijk altijd naar dit soort documentaires. Dus dat neem ik dan graag op en dan kijk ik als ik er tijd voor heb. Gaat u nog terugkijken of interesseert het u te weinig? Ik denk niet dat het de eerste film is die ik ga kijken. Ik ben ook nog een hele spannende serie aan het kijken. Dus ik denk dat dat voorgaat. Is het nu een trend om een film te maken over de politicus, door de politicus, met de politicus? Ja, precies. Ja, een portie propaganda. Wanneer gaan we dat van u zien? Niet. Dat kan ik u beloven. En wanneer gaan we u zien? Nou, ik kijk liever naar de documentaire van een ander. Wanneer kunnen wij de blokjes op tv zien? Lang wachten. U heeft natuurlijk ook huisdieren. Ja. Kunnen die ook nog een grote rol spelen straks? Absoluut. Ik denk gewoon aan een dedicated serie over mijn varkens. Dat zou echt geweldig zijn. Een stuk interessanter dan over politici.